Wat een moment is dit voor die eigenaar van één dag. Kan hij die eerste prijs van 700 euro pakken? We komen in de laatste rechterlijn. Inmiddels is hij binnen door naar voren geschoven. Excellent Legume. Het paard dat er toch maar bij werd gezet vandaag om de meeting een mooi glans te geven. Maar dan komt hij aan de buitenkant de favoriet. Close 7887. En dan komt hij aan, Monaco Royal Event, winnaar van de tiende koers. En voor sponsoring danken we Willem Zwart namens zijn loonbedrijf. Willem heeft bijgedragen aan deze dag en sponsort de tiende koers met een hele mooie winnaar. Met twee winnende eigenaren, Peter Delen zelf en de man die vandaag voor één dag de eigenaar mocht zijn van Monaco Royal Event. Mooier kan je het bijna niet krijgen. Een koers die wordt beslist op fotofinish. En uiteindelijk is dat dan Monaco Royal Event geworden die de fotofinish in zijn voordeel ziet uitvallen. En dan kunnen we op de foto met de gelukkige eigenaar van één dag. Het geeft een mooi plaatje. En dan gaat Fred Handelaar zo dadelijk even te voet aan u voorbij. En zou ik zeggen, geef me een groot applaus. Winnaar van de tiende koers. Winnaar van het Willem Zwart loopbedrijfprijs. Fred Handelaar en Monaco Royal Events. Nog 100 meter. 50. De start is gevallen. Bliksem start inderdaad. Voor paard nummer 2, Continent Alleen. Maar aan de buitenzijde is ook uitstekend gestart Darwin Boko. Maar ja, die grote Continent Alleen, je loopt hem niet zomaar voorbij. En Jaap kiest al gauw eieren voor zijn geld en parkeert zijn Darwin Boko in op de rug van de koploper. Waar is dan Monaco Royal Event? Heeft droomstart. Ligt al 5 en kan naar tweede spoor indien gewenst. En dat gebeurt dan nog even niet. Dus Monaco Royal Event heeft nog wel wat om over na te denken. Maar ja, aan kop van het veld Continent Alleen, dan ben je ook niet blij hoor als je die op moet gaan zoeken. Maar desalniettemin is de Leeuw wel alvast naar tweede spoor. En krijgt hij dan binnen door, zei ik de Leeuw, of Handelaar natuurlijk, naar tweede spoor. Binnen door krijgt hij dan wel gelijk een aanval van Excellent Legume. Goed, paarden gaan op weg naar de rechte lijn voor de tribune. En het is precies wat je zegt, Tim. Hij wordt volledig met rust gelaten, Continent Alleen. En mag hier zijn eigen tempo bepalen. In de rug trekt mee Darwin Boko met straks nog 2 rondes te gaan. Daarachter komt aan de buitenzijde langs. Maar zeker wat opgeschoven. Zet Legume, die komt tot schuin naast de Rosa. Del Est. Aan de binnenzijde kijkt Blankendalis waar hij heen moet. Met zijn Excellent Legume krijgt Handelaar hem op maat achter. Monaco Royal Event. Zien we verder weg in het veld Canizares Boko die goed gestart is. En in het tweede spoor geldt eigenlijk hetzelfde voor Driaad Boko. En de laatste twee, dat zijn alweer. De Reuver met zijn Bijamon. En aansluiting is er voor Dreamline Promise die maar moeilijke positie kreeg. En Annemiek Beekman heeft besloten zich wat terug te laten zakken naar de achterste regio. Goed, we gaan af op de verre linkerbocht. Daardoor met Continent Alleen en Wim Brouwer hier ogenschijnlijk herenmeester van de situatie. Maar heel waakzaam daarachter Jaap. En die geeft zijn Darwin Boko nu een eerste aansporingtje. Darwin Boko die misschien het koersje nog nodig kan hebben. En als je Jaap zo ziet werken, dan kan je er ook in geloven. Maar toch gaat hij nu in het tweede oploper op. Rosa de Lest aan de binnenzijde, dan naar voren. Rosa de Lest, Sept de Legume. Inmiddels acht ook Fred Handelaar de tijd rijp om wat te ondernemen. En dat doet hij aan de buitenzijde met zijn nummer 8, Monaco Royal Event. We gaan af op de laatste ronde. En het is ogenschijnlijk makkelijk. Continent Alleen. Maar er komt wat reactie. In het tweede spoor Darwin Boko. In het derde spoor Rosa de Lest. Dat betekent spoor 4. Maar liefst voor Monaco Royal Event. Het paard voor eigenaar voor één dag. En we gaan op weg naar de overkant van de baan. En het is aankop van het veld. Ik kijk trouwens die Blankendaal alles binnen doorgedaan hebben. Aankop van het veld Continent Alleen. Op de tweede plaats aan de binnenzijde is het Excellent Legume. Daarachter Driedik Rosa de Lest. Daarachter Rosa de Lest probeert aan de buitenzijde nu ook Monaco Royal Event in de hoogste versnelling te komen. En zo hebben we een enerverende koers. Ook Canizares Boko onder de koploper springt weg. De koploper springt dan zomaar eruit Continent Alleen. En dat geeft een hele andere kijk op de zaak. Waarbij in het buitenste spoor Monaco Royal Event naar voren komt. Wat een moment is dit voor die eigenaar van één dag. Kan hij die eerste prijs van 700 euro pakken? We komen in de laatste rechterlijn. Inmiddels is hij binnen door naar voren geschoven. Excellent Legume. Het paard dat er toch maar bij werd gezet vandaag om de meeting een mooi glans te geven. Maar dan komt hij aan de buitenkant de favoriet. Close 7887. Aankomstrechter mag het vertellen. Binnendoor was de weg, want daar kwam Canizares Boko ook nog een keer mee. We wachten het geduldig af.